Nou, wat vonden jullie van de verhalen? Wat beleefde Boekenroosje toch veel avonturen? En weten jullie nog wie ze allemaal tegenkwam? En kennen jullie nog dat ene kleine jongetje? En wat had hij aan? Hele grote laarzen. En hier komt het, want ik had jullie nog een opdracht beloofd. Zoek de mooiste schoenen van papa of mama. Sst. Maak een parcoursje in je huis en doe de schoenen van mama aan of van papa. Welke zijn de grootste? En loop het parcoursje in je huis en zeg tegen papa en mama: kijk eens papa en mama, net als klein duimpje. Hey, heel veel plezier en zeg maar dat het van mij mocht. Doeg!